12 blikjes! Echt een shitload aan jus. Tremendous, tremendous penis. Hallo lieve mensen, voor het experiment van deze week ga ik eten als Donald Trump. Let's say China. 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 De president van Amerika. Yep, nog steeds, helaas. Ik gaf jullie afgelopen week op Instagram 2 keuzes, namelijk of ik het eetschema van The Rock moest volgen of van Donald Trump. En jullie kozen deze. Wil je de volgende keer naar Way stemmen? Dan moet je me even volgen op Instagram. Goed, Donald Trump dus. Het liefst blijf ik zo ver mogelijk bij deze man vandaan. En hoewel ik eigenlijk ook niet echt politiek behandel op mijn YouTube-kanaal, kan ik in dit geval toch wel echt zeggen dat ik geen groot fan ben van de beste man. Toch ga ik zijn eetschema volgen, want daar ben ik stiekem toch altijd wel benieuwd naar bij dit soort figuren. Laten we van start gaan. Ik ben even research aan het doen. Als je trouwens denkt dat ik niet in mijn joggingsbroek thuis werk, dan heb je het mis. Als ik kijk naar wat meneer Trump allemaal eet op een dag, dan kan ik er niet omheen. Als ik dit ga volgen, gaat het echt een shit dag worden. Ik heb begrepen dat hij inmiddels gezonder eet, omdat hij allemaal waarschuwingen heeft gekregen van zijn arts. Maar ik kon nergens zijn nieuwe dieet vinden, dus ik ga denk ik maar gewoon eten zoals hij ja, altijd al normaal gesproken at. Oh my lord. Oké. We gaan morgenochtend heel fris en fruitig beginnen met een voedzame, voedende, vulle, gezonde... Ja, we zijn net uit bed gerold en wij gaan ontbijt halen. Als Trump ontbijt, dan eet hij dus Egg McMuffins. Strong choice, strong choice. Ik heb toch wel wat overheen met die man, denk ik dan. Ik ben dus benieuwd of hij dat dan zelf haalt of dat hij dat dan laat halen. Ben je daar nou echt benieuwd naar? Ja, dat laat hij wel halen natuurlijk. Ja. Ik hoorde trouwens zelfs dat hij... erover dacht of wilde kijken of hij een McDonald's in de White House kon laten bouwen. Oh ja, nice. Goeiedag, even een momentje. Ja, dat is fijn. We zijn te blank. We moeten nog wat oranjener worden. Ik moet me voorstellen, Trump die in zo'n tanning booth staat, helemaal naakt met zo'n vies klein piemeltje. Hey! Tremendous, tremendous penis. Een hele goede morgen, welkom bij McDonald's. Mag ik u de stelling alsjeblieft? Good morning, can I speak English? Yes. Could I get 2 Egg McMuffins, a large... With bacon? No, no bacon. No bacon? No bacon. Yes. Can I get a large cappuccino? Do you want anything? No, thanks. Alright, that's it. That's it for now. Like a boss. Volgens mij herkennen ze ons. En dan zit Max een beetje met zijn Amerikaans accent hier te lullen. Ja, grappie. We weten echt wel dat jullie Nederlands zijn. Ja, daar had ik helemaal niet over nagedacht, over die mogelijkheid. Ik wil dat er veel McDonald's in onze video's zitten de laatste tijd. Voor iemand die geen geld krijgt van McDonald's. Ja, en ook geen geld wil van McDonald's. Nee. Laatste keer dat ik dit heb gegeten was in New York 1 keer. Nee, de eerste en laatste keer. Ik wil even zeggen, goed. Oké. Kijk nou dit staaltje. Lekker gefabriceerde, gemodificeerde... Fabriekschap. Yum. Make chop great again. Merk mijn muffin is een van de meest calorierijke dingen die ze hebben bij McDonald's. Dat is het slechtste wat je kan eten. Echt? Ja. Dat is echt 900 calorieën of zo. Nee. 317 calorieën. No. Voor alleen zijn diner eet Trump al 2400 calorieën. Dan komt dit dus ook nog allemaal bij. Zo, we pakken gelijk eventjes door met het tussendoortje van Trump. Dat zijn namelijk Vienna Fingers, een Amerikaans koekje. Hebben we hier niet, dus ik heb deze biscuitjes. Ze heten blije biscuitjes. Beetje kinderachtig, maar dat is natuurlijk ook wel het niveau van Trump. Ik heb een stapeltje, want ja, in Amerika eten ze natuurlijk meer dan 1 koekje wat wij in Nederland doen, hè? Wederom, super gezond. Oké, we zijn weer thuis, a.k.a. het kantoor, the office. En ik heb mezelf even omgekleed in een Trumpiaans pak. Ik was wel een redneck toevallig eigenlijk. Dat is meer, ja, dat is gewoon wat ik aan had. Maar met die pet op is het wel in één keer Trump supporter Halloween costume. Ja. Oké, de beste man drinkt 12 blikjes... Cola Light
per dag. 12 blikjes. 12 min een beetje. 12 blikjes. Hoe dan? Je kan via troep aan het opruimen. Net als iedereen Trumps troep aan het opruimen is in de rest van de wereld. Max, hoe ga ik precies 12 blikjes cola opdrinken? Doorzuipen. Dat is 1 per 2 uur, dat kan toch? Oké, het is bijna tijd voor lunch. En daar hebben we 2 opties voor, die we gewoon allebei gaan doen. Meneer Trump houdt van change, lekkere Amerikaanse change. We hebben de McDonald's al gehad, dus dat gaan we niet doen. Ik heb wel alvast een pizza besteld bij Papa John's. En de andere lunch, wat een moeilijk woord opeens. Lunch. Is 2 Big Macs, 2 Filet-O-Fish. Een Diet Coke en een chocolate shake. Ik ga mijn privéchef Max deze burgers laten maken. I cook for you! Dat leek me beter. Ja, ik kijk er ontzettend naar uit. Ik denk dat ik nog nooit 4 hamburgers op 1 dag heb gegeten. Ja, super veel zin in uiteraard. Want ja... Nou jongens, de hele grap van dit verhaal is dus dat hij de Big Macs en de fishburgers niet met het broodje eet. Het broodje haalt hij eraf. De lullo. In plaats daarvan eet hij er heel veel ketchup bij. Ja, ik ga geen brood verspillen, dus ik heb gewoon geen brood gekocht. Dus dit is mijn Big Mac en dit is mijn fishfilet. Maar dat zijn nu dus soort van kipnuggets geworden, want er waren geen kipburgers. Want we zijn wel vegetariër natuurlijk. Ja, dat sowieso. Dan heb ik dus een heel lekkere chocolade shake. Hè? Maxi light, maakt. Colaatje light. En jij gaat de andere type lunch eten van Trumpy. Moet ik nou een pizza gaan eten met bestek? Jij moet een pizza gaan eten met bestek. En jij moet alleen de toppings eten. Je mag alleen de toppings eten. Hij eet alleen de toppings, hij houdt niet van de korst. Oh, dat is, hij houdt niet van de korst, maar... Idioot! Dus de binnenkant van de pizza dan, of de toppings. De toppings! De toppings! Hij houdt niet van de korst, kan ik in meegaan, maar ik ga echt niet die pizza verspillen door alleen de dingetjes eraf te plukken. Dat is bullshit, meneer Trump. Ja, hey, tell him. Dat is bullshit, gaan we niet doen. Ik zou zeggen... Dit is al bullshit. Pizza eten met bestek. Je bent een New Yorker, wat doe je? Eet smakelijk! Ja, poepkoleitjes. Ik voel me als een oude man die het niet begrijpt, die pizza zit eten. Wat is dit voor gemoed? Het is toch niet handig eten zo? Oh, ik voel me echt vies en vet en lelijk en... Donald Trump dus. Mijn haar zit alleen wel echt beter. Net. Nou ja, een beetje aan wie je het vraagt, hè? Hey, what up, L-Forum? Ja, oké. Okay. True that. Oké, ik moet het even uitleggen, want ik blijf me achtervolgen. En Max blijft daar grapjes over maken. Een tijdje terug was het L-Girl Forum nog in de lucht. En mensen praten daar over YouTubers. En ze denken dat wij dat niet lezen. Dat doen we dus wel. En ik kwam daar dus ook wel eens te sprake. En 99 van de 100 keren ging dat over mijn haar. En hoe slecht. Fucking lelijk dat was. Ja. Echt super aardig. En echt, mensen irriteerden zich daar kapot aan. Echt, ze konden gewoon niet meer leven. Zo hard irriteerden ze zich aan mijn haar. Ja, bosje schroot. Gewoon... Dus ook dat heb je eigenlijk wel overeen met Trump. Ja, eigenlijk vinden we steeds meer gelijkenissen. Maar jij en Trump hebben nog steeds lelijk haar. En het L-Forum bestaat niet meer. Dus wie heeft er nou gewonnen, bitches? Ja. Yay! Lekker gezonde snack. Alweer! Jotem! Enjoy, sir. Miss Lady. Nu heb ik weer helemaal energie om meetings in te gaan en zo.
Saving the world, one Oreo at a time. Zo, na al het harde werken is het tijd voor een diner. En iedereen heeft me alleen gelaten. Want het is heel raar. Max bedoel ik hiermee. Nou, en Masha, die was hier net ook. Maar ik moet dus daarom zelf mijn diner koken. Hoe dan? Ik kan me niet voorstellen dat Trump ooit zelf een diner heeft gemaakt. Wauw, ik ben lekker geel. Goed kleurtje, half ziek. Oh, trouwens. Dat oranje tintje, dat past natuurlijk wel bij Trump. Anyways, ik ga dus nu zelf mijn diner koken. En ik heb niet heel erg veel honger. Het schijnt ook trouwens dat Trump heel vaak breakfast en lunch overslaat. Dus dat hij echt 16 uur zonder eten gaat. En dan eet hij gewoon echt knetterveel als avondeten. Dat schijnt hij heel vaak te doen. En als hij wel eet, dan eet hij dus wat ik vandaag heb gegeten. Tijd om de handen uit de mouwen te steken. Ik kan het niet meer aan. Oké, cookings. Onze lieve vrienden van Viviera hebben mij biefstukken gegeven. Die ga ik lekker koken, bakken bedoel ik. Well done, eet Trump ze. En ik ga mijn allereerste groente eten van vandaag. Oh nee, ik had natuurlijk al tomaat en augurk gegeten bij mijn burger. Dus eigenlijk ben ik gewoon echt super gezond bezig. Zo jongens. Ik ga eten. Ik heb er wel trek in, want de biefstuk weet ik dat hij lekker is. De jus, ik heb tuinkruidenjus gebruikt, dus niet op basis van rundvlees of zo. Trump heeft dat uiteraard wel, maar ja, no comment. Echt een shitload aan jus. Echt, gadverdamme. Natuurlijk cola light en een salade die drenched in blue cheese dressing moet zijn. Nou, dus denk je een beetje vitamine te binnen te krijgen, maar dan verpest je dat gewoon gigantisch. Ik zou zeggen, eet smakelijk. Nou, dankjewel. Ik ben trouwens wel echt benieuwd hoeveel zout ik heb gegeten vandaag. Met fucking McDonald's en die pizza en zo. Echt, voedingscentrum would not approve. Zeker weten. Oké, ik snap dus nog steeds niet. Ik bedoel, je zou toch verwachten dat als je zo'n druk leven hebt, misschien wel het drukste leven ter wereld, dan moet je toch een gezond voedingspatroon hebben om dat allemaal vol te houden. Je kan toch niet. Ik voel me echt belabberd na deze dag. Echt, ik voel me gewoon vies en ik snak naar vitamine. En hoe kun je een land regeren als je je de hele dag zo vies en vet en... Ik bedoel, dit is voor mij één dag. Hij at altijd zo. En inmiddels schijnt het te zijn verbeterd, maar... Je maakt super lange dagen, veel meetings, constant reizen. Maar je bent fucking rijk. Huur een privéchef in. Die lekkere, vezelrijke, vitaminebommetjes van haar maaltijden voor je maakt. Don't try this at home is dus het advies bij deze. Laat me weten als jij nog ideeën hebt voor mensen van wie ik het voedingspatronendag moet volgen. Bedankt voor het kijken. Zie je volgende week.